20 maart mogen we naar de stembus om de nieuwe leden van Provinciaal Staten te kiezen. In de serie PS 2019 laten wij u kennis maken met enkele kandidaten. Wie zijn ze? Waarom hebben ze ooit gekozen voor hun partij? En wat gaan ze doen voor de gemeente Leeuwarden? PS 2019, een zoektocht naar de mens achter de politicus. Vincent van Heuven, welkom in het programma kandidaat voor de Partij voor de Dieren. Je hebt gekozen voor... Dit natuurmuseum als uh, locatie voor onze ontmoeting. Waarom? Nou, we hebben net een uitgebreide rondleiding gehad, maar voor dank trouwens. Um, je hebt gezien dat hier uh, ontzettend veel aandacht wordt besteed aan dieren en natuur en milieu, en dat zijn precies de aandachtspunten van mijn partij. En daarom is dit een uh, passende locatie voor een gesprek. Inderdaad, ik ben ook uh, onder de indruk van de uitgebreide rondleiding die we hebben gehad van het Natuurmuseum. Wat heeft op jou nou het meeste indruk gemaakt? M Moeilijke vraag, want er komen heel veel indruk op je af. Ik was sowieso al wel eens eerder in het museum geweest, maar dat is, heb ik wel gemerkt, jaren geleden zijn nu een heleboel interactieve, uh, tentoonstelling onderdelen bijgekomen, gericht op jonge kinderen. En ik vind het inderdaad heel belangrijk dat uh, jonge kinderen. Uh, in een museum wegwijs worden gemaakt in de wonderen van de natuur. Uh, ik heb dat liever in een museum dan dat we de kinderen en hordes, uh, ouders en toeristen de vrije natuur insturen, want dan bestaat uh, volop het risico dat ze daar het uh, wildleven verstoren. Dat kan wel, maar in beperkte mate en als je kunt droogzwemmen, om het zo maar te noemen, in een museum, dan is dat een uh, prima opstap naar uh, de latere praktijk. En uh, als ik dan de termen noem, bijvoorbeeld kinderboerderij, dolfinaria, uh, hoe kijken jullie daar dan tegenaan? Met gemengde gevoelens. Aan de ene kant is het mooi dat dat soort instanties er zijn om kinderen en volwassenen in aanraking te brengen met de wonderen van de natuur. Maar aan de andere kant moeten we ons goed realiseren dat het altijd gaat ten koste van uh, het welzijn van die dieren. Hoezeer we ook onze best doen om de natuurlijke omstandigheden na te bootsen... hoewel je dat bij een dolfinarium ten zeerste kunt betwijfelen... is het altijd een tamelijk pover surrogaat voor de werkelijke natuur. Dus het zou wat mijn partij betreft uh, te verkiezen zijn... om de dieren in de natuurlijke omgeving te laten en ze niet op te sluiten... in bassins, uh, kooien... Uh, en zelfs niet in wat ruimere dierentuinen, want het doet geweld aan hun natuur. Even terug naar deze ruimte, want uh, ik kan me voorstellen, Vincent, dat dit wat, uh, wat jeugdsentiment geeft. Dus achter zulke stoeltjes, een beetje krap zittend. Ja, ik maak er geen geheim van. Toen we hier binnenkwamen, uh, zag je mijn ogen oplichten. En ik zei: uh, Ik heb nog in dit soort lokale les gehad. Dat is ondertussen wel. Uh, meer dan 60 jaar geleden. Maar ik heb een aantal jaren gewoond in het uiterste puntje van Zuid-Limburg. Als ik mijn hand uit het slaapkamer aan stak, dan was die hand in Duitsland. Zo dicht bij de grens woonden wij. En we hadden daar een school met vier leerkrachten. En die bediende zes lerenjaren. Dus we zaten daar met de tweede en de derde klas bij elkaar in één lokaal. En de vierde en de vijfde klas zaten ook in één lokaal. En dan had je dus één leerkracht, een meester of een juf. Die twee leerjaren tegelijk bediende. Dat uh, vond ik uh, buitengewoon uh, charmant. En ik heb nog steeds hele warme herinneringen aan die drie jaar dat ik in Zuid-Limburg heb gewoond. En bij dat schooltje uh, hoorde ook dit type meubilair met van die oplopende tafels. Je kon hem ook opklappen. En daar had je daar wat boeken en schriften in. En je had uh, kroontjespennen. En een inktpot met een, uh, een schuifplaatje erop. Om de inkt uh, s'nachts uh, stofvrij te houden. Dus ja, het is een en al jeugdsentiment. Nu we het toch een beetje over jouw jeugd hebben. Uh, hoe kijk jij terug op je jeugd? Wat voor jeugd heb je gehad? Nou, zoals ik er nu tegenaan kijk, heb ik een tamelijk onbezorgde uh, jeugd gehad. Ik dacht er natuurlijk vroeger heel anders over. Als je er middenin zit, is het allemaal uh, een stuk ernstiger. Maar achteraf gezien had ik een hele gelukkige, stabiele jeugd in een stabiel gezin. Uh, met veel broers en zussen. En uh, het enige wat de stabiliteit verstoorde, is dat mijn vader uh, stationchef was. En nog in het begin van zijn carrière. En iedere keer als hij een treedje omhoog kon op de ladder. dan werd hij overgeplaatst naar een wat groter station. Dus zo zijn we een aantal keren verhuisd in rap tempo. Dus dat verblijf in Zuid-Limburg was maar één korte periode. Daarna zijn we doorverhuisd naar uh, het gooi. Bussem, daar is hij ook een aantal jaren stationschef geweest. Dus ik ben ja, van Rotterdam naar Kerkraden, naar uh, Bussem verhuisd. In tijd van, van tien jaar, drie keer verhuisd. Uh, je ziet dan wel alle windhoeken van het land. En dat heeft ook zijn spoor op mij nagelaten. Want als je de eerste zes jaar van je leven in Rotterdam woont, dan spreek je na zes jaar met een Rotterdamse accent. Mijn moeder vond dat verschrikkelijk. Dus die heeft mijn vader toen bewogen. Om naar Zuid-Limburg te verhuizen. Nou, daar ben ik drie jaar uitgelachen omdat ik met een Rotterdamse accent sprak, dat blieven ze daar niet. Toen ik daarna terug verhuisde naar het Noorden, toen ben ik weer drie jaar uitgelachen, omdat ik met een zachte G sprak. En toen ben ik uiteindelijk maar taalwetenschap gaan studeren, dan kom je tenminste beslagen ten ijs. Ja, daar zit er natuurlijk nog een heel veel tussen. Uh, uh, uiteindelijk dat vak van uh, hoogleraar taalwetenschap. zeg ik dat zo goed? Um, als je het helemaal precies wil zeggen, ik was tot 2000... 2014, 2013 en leiden hoogleraar experimentele taalkunde in het bijzonder de fonetiek. En wat moeten we daaronder verstaan in gewoon Nederlands? Nou, taalwetenschap houdt zich bezig met taal en de fonetiek houdt zich bezig met spraak. En taal en spraak heeft natuurlijk heel veel met elkaar te maken, maar als je even nadenkt dan kom je al gauw tot de conclusie dat spraak één aspect is van taal, maar dat je met taal veel meer kunt doen dan het alleen uitspreken en beluisteren. Dus mijn specialisme gaat specifiek over het gesproken woord. Hoe maken mensen spraakklanken? Hoe maken mensen woorden en zinnen in grotere gehele? En uh, hoe worden die spraakklanken en woorden en zinnen uh, verwerkt door een luisteraar? En hoe haalt een luisteraar de bedoeling van de spreker weer terug uit uh, de klanken die zijn oor binnenkomen? Lijkt me heel interessant. Het is het leukste vak dat er is. Maar dat zegt bijna iedereen over zijn vak, tenminste in de wetenschap. Maar ik meen het echt, ik had niet anders gewild. Die is in mijn leven gekomen in 2008. Mijn vrouw, die was toen gestopt met werken. En die verveelde zich een beetje, denk ik. En die ging toen om zich heen kijken of ze iets nuttigs kon doen als vrijwilligster. En. Een van de nuttige dingen die ze toen is gaan doen. is het secretariaat voeren van uh, de afdeling Friesland van de Partij voor de Dieren. En ik heb in die begintijd over haar schouders meegekeken. en op een gegeven moment. klaagde ze haar nood bij mij. Ze zei: Ik uh, word nu zo uh, bestookt met allemaal uh, ellende op het gebied uh, van, van dieren. Ik, ik, kan het niet meer aan. Uh, als je secretaris bent van de afdeling dan krijg je dus allemaal meldingen binnen. Uh, mensen die je videofilmpjes opsturen zeggen hier worden dieren levend gevild en, en uh, er zijn ook akelige jachttaferelen waarmee je geconfronteerd wordt en ze zei ik wil dat niet meer zien. Dus mijn vrouw is sinds die tijd een beetje struisvogel geworden en mijn Pensioen zat eraan te komen. En toen heb ik tegen haar gezegd: dan neem ik het wel van je over. Dan kun jij met goed fatsoen een stapje terug doen. En dan breng je het voortbestaan het van de afdeling niet in gevaar. Dus mijn vrouw is toen uh, met alle egars uh, uitge uitgeluid. En ik ben toen uh, min of meer onderaan uh, begonnen als jongste bediende. En na een tijdje. Werd ik uh, bestuurslid van de afdeling. En van daaruit was het een kleine stap om ook je kandidaat te stellen voor een uh, volksvertegenwoordigersfunctie. Maar die periode daarvoor, uh, nooit politiek af, uh, actief geweest? Wel geïnteresseerd misschien? Ja. Zoals bijna ieder mens ben ik wel geïnteresseerd in het reilen en zeilen van dit land. En de politiek heeft daar natuurlijk een hele belangrijke rol in. Maar ik ben nooit actief geweest in de politiek. Ik ben ook nooit actief geweest in vakbonden. Um, maar ik heb ondertussen wel gemerkt dat het uh, zin heeft om actief te zijn. Wil je iets bereiken, dan moet je niet thuis achter de televisie blijven zitten. Maar dan moet je uh, onder de mensen komen. En je verantwoordelijkheid nemen. En dat heb ik sinds 2008 dus gedaan. Nou, ik heb op het ogenblik drie functies binnen de, de afdeling. Ik ben, of was tot voor kort, de voorzitter van de afdeling. Maar we hebben nu een nieuwe voorzitter die. Uh, Eerst secretaris zou worden. Dat hadden we gevraagd. Maar die had al snel in de gaten dat secretaris zijn veel meer werk is dan voorzitter zijn. Dus ze zei ze: Ik wil wel voorzitter worden als jij secretaris wordt. Dus ik ben nu uh, de secretaris van de afdeling. En ik ben sinds 2015 de eerste opvolger van het statenlid. Dus Rini van der Zanden is onze volksvertegenwoordiger in de provinciale staten. En ik zou haar opvolgen als er iets zou overkomen. Maar. Uh, de kans dat dat gebeurt, acht ik buitengewoon klein in de resterende twee maanden uh, tot het einde van haar uh, zittingsperiode. Dus ik blijf altijd op de reservebank zitten dat zal deze keer ook weer zo zijn. En in de gemeenteraad uh, ben ik fractieassistent, zo heet dat officieel. Dus we hebben één volksvertegenwoordiger, één raadslid in de gemeenteraad, dat is uh, Caroline de Groot. En de nummers 2, 3 en 4 op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing, die zijn daarna benoemd. En ook beëdigd als uh, fractieassistent. Dus wij mogen in commissies, politiek podium heet dat in de gemeenteraad, wel het woord voeren. Het liefst over dingen waar we dan uh, verstand van hebben. Want niet iedereen heeft verstand van alles. Uh, <tossimus> dus ik voer bijvoorbeeld af en toe het woord als het gaat over energiekwesties. En uh, Caroline. Die van huis uit een jurist is, specialiseert zich vooral op de juridische kant van de zaken. Zo hebben we allemaal onze terreinen. En wij hebben als assistent ook toegang tot alle stukken, ook de vertrouwelijke stukken, dezelfde stukken die de raadsleden erin zagen krijgen. Dus wat dat betreft is er geen onderscheid. Het enige verschil is dat het raadslid stemrecht heeft als het er echt op aankomt in de raadsvergadering. Maar in alle voorbereidende uh, vergaderingen en inspraakavonden hebben wij dezelfde mogelijkheden om het woord te voeren als het raadslid zelf. Dus eigenlijk ben je met één raadslid al uh, behoorlijk beslagen ten ijs in de gemeenteraad. En dan uh, na 20 maart, het is de. Uh verkiezing voor de provinciale Staten, jij staat op de lijst. Waarom is het in jouw ogen zo belangrijk dat de mensen A gaan stemmen en B op de Partij voor de Dieren gaan stemmen? Dat we gaan stemmen is natuurlijk altijd belangrijk, dat is een onderdeel van het democratisch proces. Als mensen niet gaan stemmen, dan uh, krijg je een scheve verhouding. Uh, in, de, in de politieke afspiegeling van wat er leeft in de maatschappij. Dus ook mensen die geneigd zijn om thuis te blijven en niet te gaan stemmen, die roep ik bij deze op om wel te gaan stemmen. Want het is gewoon belangrijk dat je stem gehoord wordt. Waarom je dan op de Partij voor de Dieren stemt, uh, is. Niet gemakkelijk om uit te leggen en je maakt je er ook niet altijd populair mee. Maar we zitten op het ogenblik in een hele moeilijke periode. Waarschijnlijk de moeilijkste periode sinds het ontstaan van de mensheid. Maar wij zijn nu in staat om de hele aarde, uh, laat ik maar zeggen, op te eten. Wij consumeren, en wij, daar bedoel ik mee, de mens in het Westen, consumeert nu zoveel dat de aarde niet over voldoende... Uh, grondstoffen en hulpmiddelen beschikt om alle monden te voeden. Als iedereen op de wereld zou eten, zou consumeren, zou kopen. op de manier waarop we dat hier in het Westen doen, dan hebben we niet één aarde nodig, maar hebben we vier aardbollen nodig. En die zijn er niet. Er is maar één aarde. En de gedachte dat je ergens anders nog een planeet zou kunnen vinden. waarop je het menselijk ras zou kunnen laten voortbestaan als we met z'n allen. Wegens overbevolking van de aarde afvallen is voorlopig uh, ondenkbaar. Dat is science fiction. We moeten het doen met de aarde uh, waarop we nu leven. En dat kan alleen als we allemaal in het Westen een stap terug doen. Niet een stapje, maar een stap. Dus wat mij betreft is het verkiezingspunt op het ogenblik, het grote overkoepelende verkiezingspunt, kiezen tussen economie en ecologie. Traditioneel. Wordt voortdurend gekozen voor economie, meer geld, meer consumptie, economische groei. En mijn partij zegt: hou daarmee op, doe een stap terug en kies voor het welzijn van de aarde, kies voor de ecologie. Dus kies voor dierenwelzijn. En dieren kunnen alleen gedijen als ze leven in een. Daarvoor geschikt de natuur. Dus als het goed gaat met de dieren, gaat het goed met de natuur. En dan gaat het ook goed met de mens. Als wij alles naar ons toe trekken als mens, dan vreten we de aarde kaal. En is er geen ruimte meer voor de dieren. En dan is er straks ook geen ruimte meer voor voedsel. En dan gaan wij als mensen ook naar de haai. Even naar de praktische politiek toe. Uh, je zei het al, uh, de Partij voor Dieren is al een tijd vertegenwoordigd in Provinciale Staten. Via mevrouw Van der Sanden. Um, zijn er de dingen uit de afgelopen periode waarop je zegt van hey, dat is nou typisch uh, het resultaat van het werk van de Partij voor de Dieren? Met andere woorden, waar zijn jullie heer heel erg trots op als we naar de, de recente verleden kijken in de Provinciale Staten? Ik ben trots op het functioneren van Rini van der Zanden in Den Brede. Uh, mijn partij is zoals we dat wel noemen, een getuigenispartij. We zijn klein, we hebben maar één. Volksvertegenwoordiger in uh, de gemeenteraad, maar één volksvertegenwoordiger in de provinciale staten. Maar als je één volksvertegenwoordiger hebt. Dan heb je volop de gelegenheid om je stem te laten horen. Bij ieder agendapunt kan iedere partij het woord voeren. En Rini van der Zanden heeft daar stelselmatig uitstekend gebruik van gemaakt. Ze heeft altijd gezegd wat het standpunt is van de Partij voor de Dieren. Ook als het een minder populair standpunt is. En ze doet dat op buitengewoon welsprekende wijze. En ik ben dus niet speciaal trots op één bereikt punt, maar ik ben trots op. Uh, de consistente kwaliteit van de inbreng van de Partij voor de Dieren in uh, de Provinciale Staten in Friesland en ook in de andere provincies waarin wij vertegenwoordigd zijn. Rini van der Zanden krijgt heel vaak te horen van de andere statenleden, van de andere partijen. Um, het was een uitstekend verhaal. Ik bedoel, we zijn het niet eens met alles wat je zegt, maar wat je zegt is hartstikke consequent. En we begrijpen dat hier een, een idee achter zit, een, een, een consistent. Idee. Wat Friesland betreft staat het, uh, het belang van de provincie bovenaan. Uh, wij hebben geen kandidaten op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer die uit Friesland komen. De, sowieso, we hebben nu twee Eerste Kamerleden en dat zijn uh, geen Friesen. En de kans dat er in de volgende ronde wel een Fries naar de Eerste Kamer gaat, is uh, uit te sluiten. Dus we mikken helemaal op de provincie. Op de ogenblik, we zeiden het net al, uh, hebben we één, uh, uh, één statenlid voor de Partij voor de Dieren. Wat is jullie prognose voor na 20 maart? Zijn jullie tevreden met het behoud van die één? Of mikken jullie toch wel op uh, twee, drie, vier misschien meer? Wij mikken op twee. We hopen op drie. En zouden we zouden eigenlijk teleurgesteld zijn als het blijft bij één. Maar als het zou blijven bij één, dan zullen we ons niet. Uh, en onze schuld op terugtrekken, dan gaan we gewoon keihard er tegenaan voor uh, de eerstvolgende keer.